Ik wil nog heel even uw aandacht vragen. Ik begon mijn verhaal over het nieuwe jaar. En we hebben ook een nieuw model te introduceren. En als ik nog even uw aandacht mag alsjeblieft. Dank u wel. Ik heb even in de Vandalen opgezocht wat nieuw precies betekent. En nieuw staat voor nog niet lang bestaand, of pas gemaakt, of pas verschenen. Toen ging ik nadenken of nieuw dan wel past bij het model Morgan wat wij u gaan laten zien. Als ik kijk naar pas gemaakt en pas verschenen, dat klopt. Ze zijn pas gemaakt en pas verschenen, die van ons is pas heel recent in het land. Maar als ik kijk naar de betekenis nog niet lang bestaat, dan denk ik van ja, dat is niet helemaal zo. Want qua model bestaat hij al 80 à 90 jaar. Hij is jarenlang niet in productie geweest, maar nu wel weer. De productie start nu en daarom noemen we hem toch echt nieuw. Ik wil u heel graag voorstellen de nieuwe Morgan 3-wheeler. Bedankt voor het rijden. Ik heb zelf ervaren, dat is een feest. Ik ga u een paar kleine dingen even vertellen. En dan doe ik het handig als ik hier sta. We kunnen sowieso nu al zeggen dat geluid toch echt een heel belangrijk deel is van sportwagens en van hobbyauto's. Dus hoe dat gaat met de moderne zaken met een elektrische motor, dat zal mij benieuwen. Even een aantal feiten van de Morgan 3-wheeler. Zoals u ziet is die gebaseerd en geïnspireerd op de driewielers uit de jaren 20. Maar dan aangepast aan de huidige tijd. Het zwaartepunt is veel lager dan voorheen. De formaten zijn anders. De motor is vele malen groter en zwaarder. Hij heeft meer binnenruimte. Hij is ook wel ietsje duur. Ik heb even teruggekeken wat in 1925 een 3-wieler kostte. Nou, dat was een kleine 200 euro. Voor de huidige 3-wieler moet u 47.500 euro betalen. Ik denk alleen als we kijken naar de correcties voor de inflatie van 85 jaar, dat het verschil misschien nog niet zo groot is. Het technische deel. Voorop staat open en bloot een V-twin met een cilinderinhoud van bijna 2 liter. Die levert 115 pk. Hij is gekoppeld aan een 5 versnellingsbak vanuit de Mazda MX-5. En die schakelt echt verschrikkelijk soepel. Hij staat al heel kort en ja, het is echt een briljante schakel. Aandrijving aan de achterwiel door middel van een riem. En het geheel weegt iets meer dan 500 kilo. Als je dan kijkt naar de pk-gewichtsverhouding, dan zorgt dat ervoor dat de prestaties echt indrukwekkend zijn. Hij schijnt van 0 naar 100 onder de 5 seconden te accelereren. En de topsnelheid voor wie hem durft te halen, is die 185 km per uur. Wij hebben het nog niet geprobeerd. Bij 130 dan heb je het gevoel dat je 300 rijdt. De beleving van snelheid is dus voor het behoud van het rijbewijs wel erg interessant. De auto wordt geleverd met een Europese type goedkeuring en daar staat op de code L5E. En L5E betekent dat hij door de regen gaat als driewielig motorvoertuig. Dat heeft vele voordelen voor de eisen die er gesteld worden aan de driewieler op het gebied van veiligheid en van elektronica. Dingen als airbags en ABS en ESP en dat soort dingen die hoeven hier allemaal niet op. De veiligheidseisen zijn meer te vergelijken met de motorfiets. Om ermee te rijden moet je wel in bezit zijn van een B-rijbewijs, dus van een rijbewijs voor een auto. Je hebt geen helmplicht, want er zitten gordels in. Je mag er iedere weg mee op, dus ook de snelweg.
De drie dealer is voor de introductie al een enorm succes. We zijn bij de Moorden fabriek meer dan 700 exemplaren besteld. Voor een fabrikant die 700 auto's per jaar bouwt. In het verleden is dat gigantisch. En ook voor ons in Nederland is het nu al een groot succes. Wij hopen dit jaar te kunnen bemachtigen over 20 stuks, maar de precieze capaciteit voor het jaar is nog niet bekend. En bijna de helft daarvan is al verkocht. Dus ja, het wordt ook voor ons gewoon een groot succes. Wij gaan hem per 1 februari officieel introduceren. Dus vanaf 1 februari staat hij ook hier in de show. Wat we nu doen is echt een preview voor u als Morgan en TVR clubleden, zodat u als eerste in Nederland de dingen weer ziet. Mensen die verder interesse hebben, daar gaan we vanaf 1 februari heel graag mee afspreken. Dan kunt u proefrijden en dan praten we heel graag door. De specificaties. Standaard specificatie is die te leveren in 8 kleuren die hier op de muur hangen. En heeft die of zwart of bruin leder. Op deze auto zit 1 optiepakket, dat is een zogenaamd bright pack. Dan heeft hij dus allerlei glimmende zaken. Glimmende uitlaat, glimmende motor, glimmende koplampen, glimmende rolbars. Die dingen zijn standaard allemaal zwart. En daarnaast zijn er graphic packs te bestellen met haaien, bekken op de zijkanten. Stickers van Spitfires en kogelplaten en dat soort dingen. Een tonneauhoes is leverbaar, maar op zich handig is als het parkeert, want een dak zit erbij. Wij verwachten in de nabije toekomst dat er nog heel erg veel fabrieksopties en accessoires verleverbaar worden. Want het is een voertuig wat zich perfect leent om aan te passen aan de persoonlijke mensen. Hij is dus wel degelijk nieuw. Ik denk als we kijken naar de verschillen met die uit 1925, dan is het echt een hele andere auto. Wel de looks van die klassieker gehouden. De titel nieuw, die mag er zeker aan hebben. U krijgt nu allemaal de gelegenheid om op uw gemak de drie dingen te bekijken, want hij staat heel de middag gewoon nog binnen. Dus we hoeven niet allemaal tegelijk erop te stemmen. Uiteraard staat er meer in de showroom, zoals ik eerder al zei, dus ook daar is zeker de moeite waard om de andere auto's te bekijken. Ik wil u een hele gezellige middag wensen. Bedanken voor alle aandacht. Iets langer dan dat we gewend zijn gepland, maar dat is duidelijk. En ik wens u een hele fijne middag. Bedankt voor uw aandacht.